en nu de was. Hydrofuel luier. Goedemorgen maandag. Woep woep. Goedemorgen, daar zijn we dan weer met een nieuwe zwangerschapsupdate. En ik ben vandaag op 36 weken en 4 dagen. Dus nou, bijna 37 weken. Dat is wel echt heel erg spannend. Ik ga even beginnen met een lekker ontbijtje samen met Jol. Die heeft vakantie. En nou, ga ik even op het weegschaal staan en mijn buik laten zien en zo. En ik ga nog even de dingetjes laten zien die ik gisteren heb gekocht op de beurs. Ik ben dit keer wel erg benieuwd. Omdat ik me zo zwaar voel. Wow. Zeg ik het wel? Wow. Ja, ik heb sinds 8 jaar de 80 gepasseerd. Dat is echt heel raar om te zien. Maar ik was me er wel van bewust, want ik voelde wel zo ook. Eet smakelijk avocado lovertje van me. There we are! We gaan eventjes uitpakken wat we gisteren hebben gekocht. Althans ik, maar Jola die heeft het al gezien. Natuurlijk, het vetste. Een Kuka boxzak. Deze wilden we heel graag voor aan de box. Omdat we natuurlijk in diezelfde kleur al heel veel dingetjes hebben. Van Kuka, dus het past er gewoon super leuk bij. Nou, dat is zo handig voor allemaal speelgoed dingetjes en zo. Het is nog niet heel erg nodig natuurlijk in het begin. Ik denk dat het heel leuk gaat staan. Zo. Dat was super handig, want... En dat gaat dan zo aan de box. Ja. Ja, deze die kreeg ik nog op het einde. Omdat we op zondag op het einde waren. Soms krijg je dan ook gratis dingetjes, omdat ze er vanaf moeten. Dus deze die kregen we in ons handen geduwd op het einde. Daar zijn we van, want we houden van natuurlijke spullen. Met niet te veel chemische. Rommel! Weet jij wat het is, joh? Voor alle kleertjes, of ik weet niet. Wasmiddel zonder chemische stoffen waar de baby's niet tegen kunnen. Deze... Liefste die, hè? En die waren maar 10 euro. Die was een beursaanbieding. Het is van Suede en het is van Little Shoes. Ja, het is pas voor over een half jaar dat hij ze aandoet. Maar toch. Ze kunnen van 6 maanden tot een jaar ongeveer. Van de Hema stand. Weer 3 rompers erbij. Deze kregen we van Hip. Want ik had ook allemaal Hip potjes gekocht voor Jola. Want die vindt dit, de Hip fruitpotjes heel lekker. Oh ja, en dit is alsof een... Alsof we geen genoeg hebben. Hydrofuel luier. Maar dan hebben ze nu van de Hema hydrofuel luiers met... Nou Jola, demonstreer het maar even. Kom eens hier. En met je... Of hoe noem je dat? Een capeje. Dat het een soort, meer een soort badcape is. Maar wel heel handig. Oh ja, die kregen we bij de Kuka-zak. De natural dingen waren allemaal 7,50 voor 3. Dus daar heb ik wel even wat van ingeslagen. Die. Nou, die vindt Jola dus super lekker. Zo grappig. Dit is een groen sapje bereid in 5 minuten. Marlieke staat erop. Die ken ik. Die is super leuk, Marlieke. Maar een groen sapje. Mocht iemand er willen maken, hier. Het groene sapje krijg je van mij, zomaar. Zo, meer konden we niet meenemen. Meer konden we niet tillen. Deze had ik trouwens ook op de beurs gekocht. Dat vind ik wel handig, omdat ik dan mijn vlogcamera, wanneer ik ergens ben, gewoon om mijn nek kan hangen. En niet steeds uit mijn tas hoef te pakken. Dus dat is voor mij echt heel erg handig. Mijn buik. Nou, huge. It's coming out. Yeah. Dus... Dit is mijn 36 weken buik. Ik begin wel echt op het punt te komen dat dit echt een van de weinige dagen denk ik nog zijn. Dat ik me echt volledig zin heb om me aan te kleden. Want het kost mij heel erg veel moeite. Maar het kan ook ergens anders mee te maken hebben. Namelijk dat ik gewoon echt serieus elke dag om 5 uur 's ochtends wakker word. Ik ga even het bedje opnieuw opmaken, want hij zit veel te hoog. Dat wist ik eigenlijk wel. Maar toen ik het las, dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Het moet een stuk lager. Zo, gefixt hoor. We hebben een heel schattig wikkel dekentje en zacht van Snooze Baby met een olifantje erbij. En ik hou zo van olifantjes, jongens. Ik geef Jola vandaag even wasles. Want het is wel handig als Jola straks ook de was kan doen hier in huis. Kijk Jola, dat is wasverzachter. En wat hebben we? Andere. Oh, die kan je niet goed bij. Dus we hebben. Dit is white. Kijk maar, white. Dus dat is dan wit. Ja, dus die hebben we niet nodig. En dan gaan we de color. Die zet ik zo over hier. Dan kan je de volgende keer. Color.
Dat is kleur. Het is voor het plastic. Dus dan ga je in de tas kijken wat er allemaal plastic is. In deze? Ja. Bak. Kijk. Oh, hier, plastic. Plastic bak. Dus plastic dat. Plastic. Ja, wat maar iets. Goed zo. Glas. Yay. Alleen die babykleertjes, sommige, die doen we maar even niet in de droger. Die hebben we zo meteen nodig weer. Maar sommige doe ik niet in de droger, want dat vertrouw ik niet. Soms krimpen dingen, hè. En als het al zo klein is, hebben we nog meer kans op krimpingen. Lekker rustig hier. Wil ik heel even met je meelopen om te kijken? Ik zal in ieder geval die eerst even doen, want dat is de laatste. Maar moet je hier een pakken? Ja, dan moet je aan die mevrouw geven. Kijk, Bart heeft weer even ingeslagen bij Body & Fit. Die is weer goed bezig. Ik ben heel benieuwd naar deze plant-based eiwitten eigenlijk. Dus ik ga ze ook wel even proberen. We hebben hier weer boodschappen ingeslagen. Heel veel van die vega dingetjes gekocht. Omdat die echt in de aanbieding waren. En omdat ik natuurlijk nog steeds last heb van nesteldrang en hamstergedrag. Tot aan dat het goed is, hebben we genoeg, denk ik. Jola doet even de turnoefeningen. Weer terug van sporten en we hebben besloten om even lekker samen heel erg vroeg erin te duiken. Jola, dat heb ik ook net erin gelegd. Dus ik zeg jullie gedag voor deze dag. Tot morgen weer en hoop dat je geabonneerd bent. En mocht je dat nog niet zijn, dan zeker even doen. Dankjewel, dankjewel. Tot snel. Doei! Rock that joint.